Maybe I need it if I focus. Welcome to the stream for everyone that is rewatching this stream. I'm going to play some solo duos and maybe some squad, or we will see. I hope you enjoy. Voor de mensen die het herbekijken, ik ga solo duo doen en misschien ook nog een paar squadjes of solos. We zullen nog wel zien wat de stream ons brengt. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Oké. Woep woep. Lazy it is. Slechte drop. Ik was niet aan het opletten. Even rap iets aan het fixen. Ik ga waarschijnlijk doodgaan. Ah, geen wapen. Wat doe ik? Geen wapens? Hallo. Dat wil je zien. Oké. Momentje. Oké. Nu kunnen we starten. Huh? Heeft de andere gebouw geen kelder meer? Ik ga straks dat ik pushen even. Wapens pakken, kogels pakken. Oké, maar wacht, als je hier niet meer door kunt, is dat veranderd. Ja, nu er gewoon een wall tussen zit. Slim. Dus nooit meer in dit huis landen. Ik heb geen kelder. Overal een ster, behalve waar ik wou. Ik het in blue.
Quitte là. Hey. Dat moet genoeg zijn om die medkit te pakken. Zijn aan het wachten dus. Oké, okay, weet wel dat hij low is. Yo! Ja, maar hij is niet aan het... He's in dressing. Oh! Yeah, I know. I know Blade. Oh, too many people. What's up, Blade? Yeah, I was concentrating in the game, sorry. I'm sorry. I was fighting a duo and then they showed up and they killed me, so. Yeah, and they are so dead because I knocked one of them. He's probably rest by now, so. Unfortunate. Actually, Blade, why did you leave? Like, you focusing on another team or just not feeling it? And then I guess that's
that reason is good enough to say it. That's me. Yeah, I know. They are so bad. But yeah. Yeah, it's true, but I'm not leaving like before I have another like team. How do you say it in English? Before I'm looking into another team or something like that. Like I'm feeling good now. I'm alright, but yeah, I guess just building connections. I said it in English. And yeah. It's coming. Oh, it's not. Hey, come here, boy. Okay. Focus. I don't know, Boogie Bomb or Shockwave? Blade? I missed my shot. Okay, I don't need that. I should probably take those bullets and take this. This. Okay. Oh, I'm watching this during online school. Oh, you have online school. Nice, man. Yeah, I guess it's nice. Hey, Blade, what should I take? Boogies or Shockwave? Maybe I'll drop the... Yo! Mirto! Boogies or... Shockwave? Waarschijnlijk nu als boogies, omdat er 3 zijn.
Ja, boogie. Maar het is wel solo duo natuurlijk. Ook rekening mee houden. I'm dead. I missed my shot. Ja, die robots, man. Those robots, I hate them. And what did I shoot? Like, I saw something. So, I went in. Yeah, I should have gone in from the beginning and not from above, but okay. So, I went in and then... Oh, I didn't... Yeah, he was there, standing. But then he moved. Because I waited a second. Yeah, unfortunate. Okay. Mirto, als je tijd hebt. Je weet het, hè. Oké, top. Morgen kan ik ook, morgen kan ik ook. Hé, hey, Mirto, maar het enige wat je vandaag moet doen is gewoon kijken, man. Kijk, ik ga het al eens voordoen wat je moet kijken. Oké? Okay. Het is solo duo. Het is niet hetzelfde, maar... Thank you.
so close. Teruggaan. Nee, dan ga ik niet ja zeggen, want ik weet niet of ik. Ik wil wel wat we gaan doen, maar ik wil niet. Ik ga er nu geen geld op zetten. Wat voor, ja, hangt vanaf wat je wagers zijn, hoeveel. Ja, je bent hier eerder geweest. Why Sparkle? Ik weet niet of ik Sparkle Specialist heb. Ik zou eens gaan kijken. Yo, Jaro. Yo, Truut. Oké, ik doe hem aan Hearts. What's up, Truut? I don't know what you mean. What do you mean? Tell me. OG pickaxe. Dit season 8 is niet OG. Season 5. Season 3? I'm on Insta. Never mind. All my friends I want to join, but your clan said no. Oh, dude, I don't know, man. I'm not into, like, did you text me? Oh, I have no clue who can join and who not. Ja, dat kunnen we zeker wel eens. Dude, I have no clue, but I can
Did you text me or did you text directly to my my leader? Season 2, season 2, season 4. I don't like these ones. Season 2. Okay, I take this one. Woensdag kan ik. Overdag kan ik. Woensdag, ja. Avond. Ja. Hearts. Morgen heb ik wel. Morgen gaat moeilijk zijn. Morgen heb ik met iemand ingepland om een video op te nemen, maar tijdens de stream. Ah ja, je kunt overdag niet, je zit op school. Fuck. Ik bedoel... niet vloeken trouwens, niet vloeken. Ja, we kunnen wel van 7 tot 8 anders, Jaro. Juist voor stream, kunnen we doen, ja. Zeker wel. Oh, van 7 tot 8 of van half 7, allee. Als ik klaar ben met eten, kom ik direct on anders. Woensdag hard kan, woensdag kan. Op stream of apart? Ja, 5 en 6 en 4. Ja, ik kan ook om 4. Ja, ik kan ook om 4. Gewoon om 6 eet ik. Snap je? Oké, momentje, ik kom direct terug. Hearts op stream. Kan je dat? Ja, we kunnen ook met Hearts en Jaro. We kunnen ook gewoon van 8 tot 9 bijvoorbeeld een uur op de stream en dan doe ik een uur wat ik gepland had. Oké, ik ga mijn best in Hearts. Ik ga proberen. Ik weet zelfs niet of dat die staat ingesteld. Maar als ze niet staat ingesteld, stel ik volgende dingen in en dan kunnen we dat doen. Ja, gewoon hard. Kunnen jullie woensdagavond van 8 tot 9? Kunnen jullie dan? Of van 9 tot 10? Oeh, lama. Ik ga lama pakken, denk ik. Dat is wel clutch in solo duo. Oké, voilà. Kijk, perfect. Van 8 tot 9. Of van 8 tot half 10. Maar. Ja, als jullie allebei van 8 tot half 10 kunnen, dus kunnen we spelen met 3. Perfect, toch? En dan kunnen we arena doen of gewoon squatjes. Wel, we moeten wel, als we dat doen, niet vloeken naar UB. Ik probeer dat ook niet te doen, ik doe dat heel af en toe. Ongelukkig ook, dat weet ik. Maar ik probeer dat niet te doen. Oké, Hearts. Top. Tot 9 jaar? Oké, okay, top. Woensdag van 8 tot 9. Staat hier. Ah, nee! Ik kan niet. Gee! Ik heb training. Wacht. We gaan direct iets anders. Nee, wacht. We gaan direct andere uren afspreken. Of andere dag. Of we gaan direct iets afspreken. Donderdag, kunnen jullie donderdagavond? Nee, ik was dat helemaal vergeten. Hij pakt niet mee. Vrijdagavond? Nee, kan ik ook niet. Sorry. Zo jammer, jij kan niet zijn.
Ik kan wel vrijdag overdag. We kunnen wel vrijdag even nog spelen overdag. Maar dan, Jaro, wij kunnen bijvoorbeeld vrijdag overdag spelen. Vrijdag overdag, woensdag overdag. Maar Hearts, ja, als jij ook overdag kunt, Hearts, kunnen we dan ook gewoon even spelen. Dan is het wel nog niet op stream, maar dat kunnen we dan ook een keer anders. Ja, als jullie woensdag overdag kunnen, kunnen we dat dan al spelen. Kunnen we daarna nog wel zien wanneer we nog eens op stream samen spelen. Of morgen overdag kan ook, maar dat kunnen jullie niet, hè. Ja, dus eigenlijk moet ik met u geen rekening houden, jij kunt sowieso. Gewoon even zien hoe laat Jaro kan. Ah, kies maar Jaro. Woensdag om 4 uur of zo. Van 4 tot half 6 en dan ga ik eten. Zo. Maar dan kan ik op zich ook wel een namiddagstream doen. Oké, okay, top. Dan doen we woensdag om 4 uur. Ja, ik doe. Oh, sorry dat ik even de comments niet meer. Ik was even heel geconcentreerd. Ik ga een giveaway doen, Jaro. Waarschijnlijk. Ik was dus aan 200 of 250 subs, maar ik ga 250 subs doen. En pak ERR's van Versuit. Ja, had ik moeten doen eigenlijk wel. Even pushen nu. Graag nog bandage gehad of aanvallen. Wow. Heb ik dat gebouwd? Ja. Renegade Raider. Nee, wat zeg ik nu? Wacht hè. Ja, Renegade. Ja, ja. Toch of niet? Allee, ik weet niet hè. Was dat een vraag of was dat een... Een weetje. Allee, een... Weet je het of... Weet je het niet en vraagt het aan mij? Want als je het niet weet en je vraagt het aan mij... Dan is de kans groot dat het fout is.
zegt iemand nog. Ja, ja, inderdaad. Klopt, klopt. Maar Renegade is ook wel raar. Misschien inderdaad net niet zo raar als Ariel, maar... Of Ariel. Giveaway van wat? ja, ik wou een giveaway ter waarde om 10 euro doen. En dan zal ik de keuze nog laten. Dus V-Bucks. Als het mensen zijn die geen Fortnite spelen, want het zijn ook mensen die gewoon op mijn YouTube kanaal zijn geabonneerd. Dat hoeft niet per se Fortnite te zijn, maar het meeste is wel Fortnite. Maar binnenkort gaan er ook andere video's van mij komen. Kijken. Dat kan dan ook gewoon 10 euro zijn. Dat kan ook... Ja, weet ik niet. Daar moet ik nog zo goed over nadenken. Ik dacht ook aan materiaal. Maar materiaal, dat is dan weer moeilijk, omdat als mensen dat niet graag hebben... En ze willen dat dan... Ja, weet je. Oh, ik ga er waarschijnlijk heel veel doen. Als ik groei, heel veel. Bij de 250 ga ik maar één weggeven. Maar als ik groei ga ik er sowieso echt waar, dat is best wel echt mijn doel om daar heel veel te doen. Als ik ook iets of wat geld verdien in YouTube, dan ga ik daar zeker veel meer doen. Zeker en vast. Hij zit daar rechts, hij heeft right speak, hè. Zo echt destroyed. Ah, het is zo duur. Ja, jij wordt top.
Tot straks. Ik ben het vergeten, hè? Ik was niet aan het kijken naar chat direct. Ja, ik weet het verschil tussen OG en rare hearts, maar Renegade is ook rare. OG en rare. Omdat hij OG is, waren er veel minder spelers. En is hij ook rare. Maar niet elke OG skin is rare. Dat is waar. Maar elke rare skin is ook niet OG. Nee, klopt. Maar Renegade is ook rare, maar niet zo rare als Ariel. I know. Nee, klopt. Ja, Rekken Expert is wel OG, hè. Blijft OG. Het is niet omdat iets nieuws wordt teruggebracht dat het niet OG is. OG gaat nooit weg. Rare wel. Ja, ik heb Renegade niet. Echt jammer. Renegade had ik ook graag gehad. Denk ik, hè, Arts. Ja, is waar. Klopt, hard. Sim, wanneer komt er merch? Sim, laten we merch maken bij gelijk 10k of zo. 10k subs, ik doe hem. En ik maak merch. Ja, weet je. Is nog lang, man. Ik zou graag merch maken, maar. Merch maken bij een klein kanaal is. Oké. Waar staat hem hier? Flos. Thank you.
Nee man, ik ben niet zo heel toxic. Harts, flossenbla. Simon, zou jij kopen man? Ah, big love. Spam even haartjes voor Simon. Ik weet niet welke haartjes je kunt spammen. Volgens mij kun je emojis hier, of niet? Ja, je kunt hier emojis. Ik weet niet of ik... Moet je die kopen? Moet je die kopen, die ezelag? Anders heb ik hem niet. Ik heb alles van Battle Pass, maar... ik ben toxic, maar ook weer niet zo. En ik roep enkel als ik gewoon destroy... Allee, als ik gekilled word en als het bullshit is. Maar ik hou mij ook meestal gewoon in. Ja, dan heb ik hem niet waarschijnlijk. Harts. Ik heb maar enkele gekochte emotes de rest van Battle Pass. Ja, lol it up. Lol it up. Ja, dat kan ik wel eens hebben. Ik vond dat alles waar alles staat en dan hier staat Take the L, hier het los. Hier mijn gekocht dance therapy. Oké. Okay. Mijn best doen. Als ik een webcam heb, dan dan kunnen we leuke dingen doen. Dan kan ik gelijk bij elke subscriber een koprol doen. Snap je? Waar is de weather station? Kan iemand mij zeggen waar de weather station is? Wij vandaag toxic maken. Ja, ik kan wel toxic handelen. Allee, ik kan wel toxic doen. Geen wapens. Ah, oh, ander team. Haha, Simon, ja. Yo, Jaro. Ja, maar Harris, waarom deed ik dat? Ik drukte gewoon onderste pijltje en deed dat automatisch. Echt. Ja, eigenlijk echt nog. Ja, weet je, Rus, het is gewoon. Ja, echt goed, ik weet niet. Gewoon normaal. Ik train met hun, ik speel met hun. We hebben in chat, we zijn bezig in chat. Ze zijn bezig over. Hoe zeg je dat? Squads. Nee, team voor andere spelletjes ook. Spelletjes die. Ook bekend zijn. Onder andere zoals Warzone, Rocket League. We hebben nog teams. COD. Ja, gewoon algemeen COD. We hebben een COD team. Nee, ik heb nog geen MW. Weet je, ik kende die mensen ook niet echt goed en er werd ook niet echt zo... Dat was in het begin hier ook niet, maar nu wel. Ik begin zo de mensen te kennen.
Hoort, ik ga proberen straks take the L te doen, oké? Ik ga op take the L te zetten en als ik dan iemand killen, gaat dan normaal gezien ook take the L doen. Maar dit is ook al, Jaro, dit is gewoon ook al anders. Ik weet niet of dat Jaro jongen is, maar dit is ook gewoon al anders omdat ze praten Engels. Oké, ik ga mijn best doen. Ja, wat. Ze praten Engels, dus de conversaties zijn helemaal. Zijn ook. Even ook al een andere. Oh jee. Hart, het is. Jaro zijn clan is. Wow, semi-OG? Zijn, ik denk dat er OG's bij zijn. Zondag is al gepasseerd. De videoclip van Ah, nice man. Ja hoor. Vet. Ja, weet je wat ook voordeel is bij mijn clan? Waarom ik ook een Switch ben? Ten eerste zijn Amerikaans. Ze hebben Amerikaans en Europese spelers. Ten tweede, ze hebben sponsors. Ja, hoor, het same. Snap je, ik druk Black Knight ook altijd. Altijd. Maar altijd, ik wist ook niet wat dat deed. Wat ging ik nu doen? Ik ging iets doen. Hart, weet jij Weather Station zijn? Of Jaro? Weet jullie Weather Station zijn? Maar Jaro, dat is niet slim, man. Je hebt een klan die zei goed bezig, want je werkt nog samen met iedere klan. Ik verzeker u, onze leider die heeft ook wat doorgemaakt. Ze waren met twee. Ze hadden echt een grote klan. Want ze hebben ook een account. Op Instagram met 700 volgers en daar zijn geen rush-volgers. Ja, Weather Station. Nee, Weather Station is weerstations. Dus Jaro, ze waren met twee. Ze hebben een ruzie gehad. Eén is weggegaan. Er zijn heel veel van de OG's van de clan zijn ook weggegaan daardoor. Dus hij was een beetje achtergelaten. En nu is hij zijn klan terug aan het opbouwen. Met natuurlijk onbekendere spelers, of ja, mensen die hij minder goed kent. Maar hij heeft ook gewoon doorgebeten en hij heeft een sponsor, dus. Snap je? Nee, dat zijn geen weather stations. Ah, die niet er ook aan. Ja, dat maakt het niet uit, maakt niet uit. Maar dat iemand is dat je kent. Hoe groot is die klan? Is die groter als die van jullie? Ah, groter of bekender of beter of... Is die een opzicht beter voor u? Maar sowieso samenwerken met een andere klan is sowieso al gewoon dat je dan... de volgers en bekentenis krijgt van die andere klan. Oké, wacht, ik ga er even eens kijken. Ik ben zo slecht. Op jullie intro. Intro. See host. Ik
De intro is juist. Ah, oké. Okay. Thanks. Hart, thanks. Ja, wat typ de naam nog eens? Vraag naar de winkel. Ja, man, maar dat is niet zo simpel. Je kunt altijd eigenlijk proberen vragen, is waar. Maar Jaro weet, ik ga je intro. See host. Ja, ik vind hem niet. Jaro, ik ga je een tip geven, hè? Nitro, see host. Oké. Okay. Ik ga je een tip geven als je een bedrijf zoekt, hè? Ga niet direct bij het beste. Of niet direct. Schrijf opties op. En ga. Nee, ik vind niet Nitro, see host. Sorry, man. Ja, ik denk dat ik weet waar dat is. Hier waarschijnlijk. Jaro, schrijf uw opties op. Hè? Ik zeg nu maar bedrijf A, bedrijf B, bedrijf C. En als bedrijf A uw beste is en B u dan, en dan is C. Doe eerst C. Weet je waarom? Omdat je waarschijnlijk de eerste keer niet zo goed gaat doen. Dat is zo. Hè? Je gaat de eerste keer fouten maken in het zeggen, of je gaat dingen zeggen waarvan dat je zegt van dat had ik niet moeten zeggen, en dan gaan zij daardoor nee zeggen. Snap je? En dan tegen dat je bij A komt, kun je het. RK C-host, oké. Okay. Bedoelt je niet ghost? Oké. RK C-host. Ik vind Nitro Ghost wel, hij heeft 46 abonnees. Hij heeft 46 abonnees bij mij, ik weet niet of dat... Ik moet eens kijken wat dat nog af... Op dat einde is. Met zo'n groene achtergrond op zijn foto. Eerst alle wapens buiten afpakken. Je ziet de weather station in storm. Hij storm. Oh, hij storm. Ja, die heeft helemaal geen nut dat je loopt. Ja, 46 abonnees, dat is hem. Oké. Ik heb hem gevonden. Ik ga direct eens kijken, zo. Dit is altijd moeilijk, hè. Ik ga het zo doen. Daar gaat sowieso nog bij. Wat moet je hier doen? Ik moet als het mijn andere skin komen. Ik moest hier landen, maar ik moest mijn andere skin komen. Ik ga hem straks bekijken, hè, Jaro. Ja, Game Mania, kijk. Game Mania is wel big. En... Ik ga eerlijk zijn, die gaan nee zeggen. Omdat, zeker nu nog, zeker als je eerste gesprek. Ook omdat je, ja, kun je niet echt aantonen dat je een influencer bent ofzo, snap je? Wat je wel kunt doen is je Instagram account, want ik kan dat ook niet, hè. Ik maak daar ook geen kans bij. Wat je wel kunt doen is je Instagram account, heet dat grieven? Ja, Zeeman, weet je wat voor Zeeman echt show zou zijn voor een merch te maken? Zeeman is insane groot, hè. Mediamarkt kan ook, maar je moet eigenlijk sowieso wat kleinere bedrijfjes. Je moet dus op Instagram zoeken. En je grieft je Instagram-account door superveel mensen te volgen en daar weer te ontvolgen. Dat je zo gelijk 3000 volgers hebt. En dan ontvolg je terug iedereen van hun. En dan volg je alleen de mensen die je wilt volgen. Dat is eigenlijk niet echt nice, maar... dan heb je wel een audience waarbij dat je kunt zeggen als je naar de winkel gaat. Kijk, ik heb wel publiek die mij volgt. Ik ben ook YouTuber. Je moet even focussen. Je zit nog in het middelbaar. Dat is daar perfecte tijd voor.
Hoezo white die toxic zie je profiel? What? Dat van mij? Hearts. 105 volgers op Twitch. 105 volgers op Twitch is insane. Geef mij je Twitches, Jaro. Of misschien heb ik dat al eens gezocht. Heb jouw profielfoto van mijn YouTube? Ah ja, die L. Ja, dat is wel waar. Jaro, wat is jouw Twitch? Weet je waarom dat bij mij 180 is? Dat is eigenlijk een hoog getal. Eigenlijk niet, maar toch wel. Snap je voor... Maar ik doe het al heel lang, hè. Ik zit op elk platform. TikTok, Instagram, Twitter. Alles wat je kunt inbeelden. Echt alles. Oké. Okay. Ja, maar als je Twitch geeft, dan volg ik je. En dan krijg je het geen shout-out op stream maken. Weet je wat ook een heel slimme truc is? En dat zou ik eigenlijk ook moeten doen, maar nu zijn jullie er en ik ben enorm blij dat jullie er zijn. Dat is als je bijna niemand op een stream hebt, je hebt zo één iemand op een stream. Want wat ik ook, dat heb ik ook wel regelmatig, zo één iemand op mijn stream. Dat is, stel ik gestream 2 uur. Ja. Dan stream je maar 1 uur. Als je zo heel weinig kijkers hebt. Maar ik heb dat ook af en toe gedaan. Dat helpt echt waar. En dat klinkt nu misschien een beetje raar, maar je streamt 1 uur. En de andere uur besteed je aan streamers te zoeken met dezelfde hoeveelheid als u. Qua viewers, ook 1 viewer. Of ja, vanaf hoeveel je er hebt natuurlijk. Als jij er al 2 hebt, dan moet je streamers zoeken met 2. Dan zoek je zelf de streamers met ongeveer dezelfde hoeveelheid. Ja. En je zorgt dat je een community opbouwt. Dat wil zeggen dat je bij die streamers af en toe eens teruggaat. Zoals jij nu met mij doet. Ik heb ook met u connectie opgebouwd. Zo kun je communities opbouwen. En komen die misschien ook wel eens bij u kijken. Maar ik moet niet direct zeggen hallo. Ik heb ook een Twitch. Volg mij. Dag. Snap je? Joint zijn stream echt wel effectief om te kijken. Ah, zo. Dat lukt niet. Ik dacht, take deal. Oh. Oké, nu is dat take deal. Hij heeft reboot gedaan. Wacht. En nu gaat hij zijn geresten gaan pakken. Ga ik erop af. Ik heb dat allemaal gedaan, jawel, Jaro. Ik heb dat allemaal gedaan.
al geturdpartied. Ik ben zo slecht, maar ja, dat ook. Eerlijk, ik ben nog nooit gekilled zonder third party, denk ik. Ah, jawel, 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 jawel. Maar, oké, kijk, als ik solos doe, dan gaat dat veel beter aan, maar dat is niet challenging, toch? Oké, ja, ik ga solos, ik ga een matchje solo doen. Kan jij geen account voor mij maken? Ik kan u dat wel uitleggen, maar dat maken voor u, dat is niet zo slim, want... Dan is dat mijn e-mailadres en zo, of alleen Solo Arena. Oké. Okay. Bedankt allemaal om de stream te joinen. Ik kan jullie wel uitleggen, ja, hoor. Je moet maar enkele dingen doen, maar om echt YouTube te starten, moet je maar enkele dingen doen. Hey Revi, morgen ga ik waarschijnlijk een video opnemen, dus dan heb ik nog eens een thumbnail nodig. Als je die wilt maken, dan geef ik je nog wel de details. Nee, ik heb geen auto-account. Ik heb dit account altijd gehad. Ik heb gewoon de naam veranderd. Maar je moet gewoon een e-mailadres hebben, Jaro. Heb je dat niet? Maar je hebt dat wel, want Jaro Arends. Ja, dat kan ik wel doen, hart. Oké, thanks, Revy. Ik stuur de details nog. Revy doet dat graag voor mij. Ik gebruik Revy ook. Revy heeft ook mijn banner gemaakt. Die moet ik er nog op zetten. Dat je nog altijd niet getest hebt, maar dat is mijn fout. Want de banner die ik nu heb is niet gewoon als schoon als tijdelijk. Maar Jaro, het enige wat je moet doen is een e-mailadres maken, maar dat heb je, want je hebt een YouTube-account nu. Dus daar heb je dat al gelinkt. Dan moet je juist, ik denk, een verificatie doen en dat is het. Maar die tips die ik daarnet allemaal heb gezegd, die zijn echt belangrijk, zeg het je. Ik heb dat nog veel te weinig gedaan en je kunt echt hard groeien, maar echt hard. Zeker jullie zijn jong, jullie hebben tijd, veel meer tijd dan ik. Ja, hard, ik ben aan het oefenen op PC, ik ben aan het oefenen op PC. Ik wil ook niet switchen naar PC zolang ik niet een beetje kan spelen. Anders is er niks aan voor jullie. En mijn PC is ook nog net iets te zwak om te streamen en te spelen tegelijk. Dus die ga ik normaal... binnen doen als mijn mijn ICT persoon is geen grote firma, is een aparte firma. Dus ik moet wachten tot hij vrij is. Ik heb nu... Oh. Het is al te lang geleden, ik weet het niet meer. Ik ga direct eens kijken. Laat mij... Zeg me dat dit na dit potje... Of als ik dood ben, zeg mij dat ik dan kijk direct. Ik kan wel zien dat ik op split koop in plaats van naar PC switchen en capture card voor streamen en download en dan streamen of zo is, dan kun je super snel. Ja, maar dat, Revy, dat heb ik allemaal. Maar mijn, ik heb te weinig RAM. Mijn RAM kan dat niet aan. Of ja, dat we denken dat dat het probleem is. Ja, inderdaad, ja, dan liep het vast, hè. Ik heb het eens geprobeerd, maar dan liep het vast. Maar dat ga ik fixen, hè. Ik ga binnenkort fixen. Ja, ik kan controller op PC, dat weet ik. Ja, Jaro, dat mag. Ik zie nu pas uw... Voor sponsor schermen. Ja, dat kan, zeker. Ik zie nu pas uw vraag, Jaro. Je mocht ook wel eens een banner of een thumbnail maken mogen kiezen. Een schermwerker is iemand die zo allemaal dingen doet met hout. Die maakt bijvoorbeeld houten stoelen, houten tafels, houten banken. Die bewerkt hout. Dat is een job.
Maar dat is al, dat is, ik denk net dat dialect is, schrijnwerker, het woord schrijnwerker. Ah, ik zou beter movement meepakken. Wil jij dat, wil je dat worden? Ja, dat is nice, man. Ja, kan zeker wel. Kan ook, hè. Als je wilt sponsoren, dan kun je natuurlijk wel. Het enige wat je dan kunt doen is geld ontvangen. En dan reclame maken op je Instagram profiel. Maar zo'n sponsor is dan eerder dat je dan op je stream zo'n vakje zet, of op je video zo'n vakje zet, of je zegt deze video is mede mogelijk gemaakt door, en dan toont je logo en zo. Zodat ze toch ergens inkomen waarvoor ze geld kunnen geven, snap je? Daarvoor is een sponsor, hè, voor geld aan u te geven, hè. Of spullen aan u te geven, bijvoorbeeld. Ah, oké, okay, ja, no, ja nee, dan heb je totaal geen dialect van ons. Ja, ik heb geen idee welke school dat is, Jaro. Sorry. Ik ken Eklo wel, maar... Fishing spot. Nee, sorry, ik ken de code van ik ook niet. Ik woon niet ver bij Amsterdam en dan. Oh, nice! Ah, Reven, dus je bent van. Je bent Nederland. Van Nederland. Wauw, je bent Nederland. Je bent Nederlands, je bent van Nederland. Ah, nice hearts. Ik ga dit droppen. Hij bent ook een L, nice. Wow. Geboren en getogen in Nederland. Interessant natuurlijk. Weet je, ik ga rap video doen, ik moet heel dringend. Ik kom direct terug. Oké, okay. Nee, ik ken de koolruit van Egelon niet, Jaro. Ik woon op het platteland, ik in de stad. Ik woon in een dorp. Geen stad, geen platteland.
Denk dat ik dan toch zo ga doen. Je zit in sweaty, ja, inderdaad. Ja, ik zal hierna veranderen. Ah, daarnaast woon je, Jaro. Oh, oké. Als ik ooit in Eeklo kom, zal ik erop letten. IJzer is zo moeilijk te farmen. Er is ook precies niemand geweest. Ja, top 25, nice. Uiteindelijk echt een AR mee pakken. Oké, dus dat moet ik leren. Dus als ik binnenkom langs die deur, is de trap links. Dus dan loop ik eerst naar die ammo box, kan ik daarna de deur doen. Hier is iemand geweest. Of was ik daar? Hier is iemand geweest. Assen niet. Ken ik niet, Jaro. Ik heb ooit eens een face reveal gedaan, omdat ik toen streamde via computer. En toen was er juist een probleem met Fortnite, dus PlayStation players, sorry. Hey, PC players konden toen niet... konden toen niet spelen, omdat er juist... Het was een bug. En ik ging toen voor de eerste keer op PC spelen. En toen is dat dus niet gelukt, maar toen zijn er heel veel mensen streamen gejoined. Toen heb ik ook tijdens de stream 12 abonnees bijgekregen, denk ik. Ja, dat was echt... Ik had dat ook heel hard gehyped, zeg maar, op mijn Instagram. Ik had dat wel veel gedeeld, mijn vrienden hadden dat gedeeld. Omdat dat ook... Ja, als dat had gelukt, had ik PC gespeeld. Maar toen wist ik ook nog niet dat dat ging haperen en uitvallen. Dat heb ik pas later ontdekt. Nee, sorry, geen kapraken. Bent die Eeklo? Ja, Eeklo wel. Ik heb die naam, maar ik heb geen idee waar dat ligt. Kapraken, ik heb die naam ook al eens gehoord, maar. Maar Facerville komt er wel aan. Ik zorg ervoor tegen de giveaway dat dat lukt. Maar ik ga ook nog wel een. Ik ga dat ook wel nog op mijn Insta zetten. Volg sowieso mijn Insta als je de giveaway wilt winnen. Ik ga dat op mijn Insta wel nog zetten. Alle details zijn er. Die stream staat nog online, ja. Zo lang. Ik kan die wel, ik kan die straks wel even kijken wanneer het was. Ik ben gewoon aan het denken dat ik straks ook veel verander. En dan even kijken voor jullie. Ja, ik kan niks doen, ik heb geen long range. Ja, Riff, ik heb geen idee, man. Maar ik kan wel rap, ik kan rapper kijken omdat ik zo'n lijst onder elkaar heb. Dus ik heb geen idee. Die heeft gepusht ook. Dus ik nu eens naar daar push ook. Ik ga gewoon ook mee pushen. De enigste oplossing. Hey, hey. Ik
Oké, okay, we gaan even opletten wat we gaan doen nu. Zullen ze die punt nemen? Hallo? Ja. Zullen ze dit nemen? Ik denk dat ik het zo ga doen. En dan toch die SMG nog gaan meepakken. Hoeveel? Big Pots? Eentje. Zou jullie dit ook doen? Wow, jij streamt al sinds season 2. Yep, hearts. Ja, Ervi, ik weet niet hoe de stream heet. Ik moet gewoon eens kijken. Ik ga hem direct zoeken. Ik zal u de details geven. Yep, yep. Klopt, klopt, klopt. Ik zeg het, ik speel al enorm. Maar ik speel ook al van voor season 1, dus... Ik ken boekhouden niet, Jaro. Gaan we even kijken waar hier ligt. 430. Gewoon een zieke tunnel maken. Hoeveel nog? 170 en 375. Wat kunnen we wel... Wacht, ik ga even iets slim doen. Run, 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 run. Ik woon in de provincie Antwerpen. Ah, ik weet niet of dat slim was. Wees er nog? Nee, inderdaad. Squad met de boys en kills in season 3. Ja, ik heb nu meer dan 22.000 kills. rap mijn titel aan het aanpassen. Ik heb nog een minuut, toch? Ja. Video's, live. Ik heb even solo arena gepakt, ik ga straks specificaties doen. Ja, tuurlijk, ja hoor. Maar je moet gewoon, jij moet, weet je hoe dat je ultiem groeit? Jij moet gewoon zorgen dat jij je eigen mensen, je eigen, totaal andere mensen krijgt dan ik, ja? Als je dan zo wat hebt, en we streamen samen, of... oh, sorry. Wij streamen samen, zo, of weet ik veel wat. Dan kunnen mijn mensen naar u gaan, maar... Krijg ik ook wel nog iets terug, snap je? Ah, geen probleem, Jaro. Echt bedankt dat je al bent gekomen. Tot de volgende keer, oké?
Man, hij is zo slecht. Maar ik heb ook zo slecht gespeeld. Ja, nee, gewoon jammer, gewoon slecht gespeeld voor mij, ja. GG's. Ga even solo win halen. Ja, ik ga de stream opzoeken, klopt. We hebben bijna 800 wins, by the way. Hard. Ja, wel. Jij speelt computer dan toch? Wacht even. Ik ga eens kijken. Dat was de stream heet. Momentje. New season 3. Dus new season en dan een cijfertje 3. Fortnite live uitroepteken. Ah, nee, dat is niet waar. Er zit een auteursrechtclaim op, maar die kunt je nog bekijken, normaal gezien. Ja, je hebt er 2. Het is de stream van 1 uur en 43 minuten. Yo, Jaro. Nice, man. Ah ja, hard speel PC, ja, nice. Dus Revy botje. New season 4. New season 3. Fortnite stream uit te teken. Nee, Fortnite live. Sorry. Daar denk ik dat ik een face reveal heb. Als dat niet zo is, dan ga ik nog eens kijken welke het is. Ja, die video die is gewoon echt lekker gegaan. Ja, die live moet ik eigenlijk zeggen. Go. Oh, big deal. Hoe noemt die live? New season en dan een cijfertje 3. Fortnite live. En dan 3 uitroeptekens ook nog. Maar je hebt er 2 met dezelfde naam. Je moet eens kijken, degene met de meeste die het langste duurt en ook de meeste weergaven. Love it hard, love it. Ja, Flos is hierna. Hij is geliefd. Weet je wat was ook met die face reveal? Ah, ik denk dat ze juist gaan kijken zijn dat ze niet meer op de stream zijn. Weet je wat ook is met die face reveal? Ja, ik wist niet hoe. Eigenlijk is dat echt geen. Eigenlijk moet ik die privé zetten, want dan kan ik nog een face reveal doen, snap je? Als ik slim ben, zet ik die privé. Nice.
Ja, op zich, jullie kunnen mij ook zien op TikTok. Dus. Dat was ook niet echt een reveal. Ja, ik ging sowieso quitten. Dat was ook niet echt een reveal, want ik ben gewoon gestart direct de kamer, denk ik. Ja, dat was ook... Ik had ook zo... Oh, nee. Hoezo doet hij mij nog damage? Ik wil eigenlijk wel eens killen. Hart. Is die live er niet meer, Jaro? Mijn TikTok is ook gewoon like sorry. Al mijn socials en like sorry. Zwijgen, stom ding. Dit zijn toch de handen, hè? Ja. Nee? Ah, nee, dit zijn de handen. Oké. Hoe nieuwe? Doe nieuwe? Ja. Komt een nieuwe phase weer. Komt wel ooit. Oh, nice. Loot. Komt allemaal, jongens. Komt allemaal. Ah, dat is heel moeilijk om als je PlayStation streamt en als je een goede PC hebt. En zomaar een nieuwe PC. Zomaar natuurlijk. Nice. Is
Is it safe nog binnen, boys? Nee. Ja. TikTok. Ja, hey, lekker hè. Hallo? Ja. Zoveel loot hoor, dat is onzin. Ligt hij nog naar een andere score? Want... Even kijken qua loot. Ken hem gewoon een big pot in. Thanks Rivi. Ik heb mijn video's geliked, ik zie het. Ik neem deze ook gewoon in. Die handen of shockwaves. Misschien moet ik gewoon zo doen. En dan lopen we aan het goed. Hoe noemt die live? Season. New season 3. Fortnite live uitroepteken. Hier. UCL incoming. We gaan veranderen naar Just Hold Your L, onnodig. Ja, dat kan ik niet intikken. Harts, die twee naam. Maar als je comment gebruikt, Epic, dan kun je mijn echte naam zien, kun je hem wel toevoegen. Maar ik niet echt mij al heb toegevoegd. Wel niet veel materials. Denk Jaro dat jij er al op staat. Met mijn muur, ik heb niet veel verder gedaan. Maar ik denk wel dat jij er al op staat, maar ik moet echt dit dringend mijn muur verder doen, want ik ga helemaal muur vol doen. Tijd, ik heb echt te weinig tijd op een dag. We'll be right back.
lap. Godverdomme, heb geen materials meer, hè. Ja, thanks, Jaro. Tot woensdag, tot woensdag. Op Instagram, ja, doe ik. Ik ga gewoon winnen, denk ik. Van 4 tot 6, ja, zoiets. Goed. Maar wel van 4. Maar waarschijnlijk zal ik er wel zijn. Als ik niet ineens iets moet gaan doen, hè, maar dan laat ik het wel op tijd weten. Ik kan, ja, het is maar dat je niet denkt dat ik wil excuses wil zeggen. Oh! Die is er nog aan het kijken. Die gaat een win meemaken. Ik weet niet waar hem zit. Oh, jongens. Het
Let's go! Insta clip, let's go. Kaboom! We got it, boys, we got it. Oké, we gaan hier de stream mee afsluiten. Supermooie einde. Clip, yes, of course. Revy, yes, yes, dat is een clip, man. Bedankt allemaal voor het kijken naar de stream. Vergeet niet te liken, te abonneren en op het belletje te drukken. Don't forget to like, to subscribe and put a notification on if you like the stream. Dus als jullie het leuk vonden, laat alsjeblieft die like achter. Kom zeker morgen terug bij de volgende stream. Dat is alles wat ik nog moet zeggen. Ik zie jullie later. Ciao!